Het missen wordt steeds erger. En nu helemaal, nu we weer wat met die Nicky Verstappen. We zijn heel blij voor die ouders, dat de dader opgepakt is. Maar wij hebben nog steeds niets. Het zijn emotionele dagen voor haar ouders, die nog eens worden versterkt door de doorbraak in de 20 jaar oude moordzaak Nicky Verstappen. Je wil zo graag weten wat er is gebeurd, waar is ze gebleven, wie heeft er wat aan gedaan. En dat, die vragen spelen alle dagen door je hoofd. Maar dat zie je nu 25 jaar. Ik snap zelf nog niet waar die jaren gebleven zijn. Alles gaat weer door. Dat is het ergste, het niet weten wat er met je kind is gebeurd. Die zomaar weg is. Zomaar van de aardbodem verdwenen.